Goedemorgen dames en heren, welkom bij dit webinar over actieve provisietransparantie vanuit de gloednieuwe studio die we hier in Amersfoort hebben. Die hebben we gekregen van de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam voor ons vorige lustrum. Is helemaal geïnstalleerd, het is voor het eerst dat wij helemaal zelf deze uitzending zouden doen. Dus wij hopen dat alles goed gaat en ik hoop daarbij ook dat de inhoud goed over het licht gaat komen, of het voetlicht gaat komen, maar dat zal vast goed gaan. De afgelopen maand hebben wij 6 roadshows gehad. Op verschillende plekken in het land hebben we een uur of 2 uitgebreid met een zaal van gemiddeld ongeveer 100 man door het vraagstuk rond provisietransparantie heen gelopen. En ja, er waren veel vragen, het waren interactieve sessies, dus daaruit konden we wel concluderen dat het onderwerp erg leeft. En toen hebben we ons afgevraagd, is het niet verstandig om een veegsessie te doen? Daarvoor hebben we besloten, dat is vandaag. En ik geloof dat er nu al meer dan 70 man in deze call zitten. En dat zagen we ook aan het aantal mensen wat zich hebben opgegeven voor vandaag. Dat de behoefte aan zo'n veegsessie groot was. Het eerste idee was om het lekker interactief te houden. Veel vragen te laten stellen en daarop in te gaan. We hebben toch maar besloten, omdat we met zoveel mensen in de call zitten, om er een webinar van te maken. Dus ik ga jullie meenemen door het hele verhaal. Maar dat betekent niet dat het niet interactief is. Dus stel gewoon je vragen. Mocht het heel belangrijk zijn op dat moment dat ik het aan het vertellen ben, dan wordt dat mij aangegeven. Dus dan ga ik erop in. Veel van de vragen hebben we wel kunnen anticiperen, omdat we natuurlijk al 550 mensen hebben langs gehad die vragen gesteld hebben. Veel vragen hebben we ook al beantwoord in de Q&A. Hoe je dat kan vinden en waar die staan. Dus de meeste zal ik getackled hebben. Aan het eind kijken we of er een aantal nieuwe vragen zijn die we nog niet hebben behandeld. En die behandel ik eventueel dan nog. En mocht daar geen tijd voor zijn, ook niet erg. Want wij zorgen dat uiterlijk 15 juni, dat is een zaterdag, dat is zaterdag over een week. Dan zorgen we dat in ieder geval de Q&A helemaal is bijgewerkt. Dus alle vragen die we tot dan toe gehad hebben, die hebben we dan beantwoord en die staan op onze site. Dan. Als eerste een huishoudelijke mededeling over komende donderdag, vandaag over een week. Dan is het 13 juni en dan vieren we met z'n allen in het Theater de Flint hier in Amersfoort dat we als Advis 115 jaar bestaan. Daar hebben we al een heleboel aanmeldingen, maar ja, the more the merrier. Dus voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld, doe dat. Kun je zo op de website bij activiteiten vinden. Meld je even aan en dan hoop ik iedereen in ieder geval 13 juni in Amersfoort te zien. Goed, de afgelopen maanden en zelfs jaren zijn we met z'n allen erg druk geweest met het voorbereiden op de actieve provisietransparantie. Want 1 juli is het zover, over ruim 3 weken. Dan gaat de wijzigingswet Financiële Markten 2023, die gaat in werking. Dus ik neem jullie mee door 3 vragen, waarvan de eerste 2 echte hoofdvragen zijn. Namelijk, wat staat er in de wet? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag. Welke hulp is er voor de adviseur? Dus hoe kun je je erop voorbereiden? En jullie kennen me inmiddels een beetje. Ik kan het niet nalaten om ook nog uit te leggen hoe we nou verder gaan met het onderwerp. Want het is niet zo dat de lobby rond actieve transparantie stopt per 1 juli. Sterker nog, die lobby die gaat weer beginnen vanaf 1 juli. Tot dan zijn we bezig om te helpen voorbereiden. Vanaf 1 juli gaan we weer aan de slag met hoe ziet de evaluatie eruit? Hoe zit het met de level playing field? En er zijn nog wel meer vragen. We beginnen met wat staat er in de wet? En om dat nou eens even duidelijk te maken, heb ik hier de letterlijke tekst uit het wijzigingsbesluit Financiële Markten 2020 even voorgezet. Geen nood, je hoeft dit niet helemaal te kennen, je hoeft het niet uit je hoofd te leren, want ik ga hem nog helemaal duiden. Dus stukje voor stukje ga ik er nog langslopen met sheets. Maar ik wil het toch even hebben laten zien hoe dit is. Door de overheid. Dit is wat er gepubliceerd is in de staatscourant. En er zijn een paar dingen die ik gehighlight heb. Als eerste de eerste gele blok, achter 1b1. Daar staat indien het een consument betreft. Dus de provisietransparantie die geldt voor klanten die een consument zijn. Dat noemen wij particuliere klanten. Tweede staat indien het een cliënt betreft niet zijnde een consument. Dat is dus een zakelijke klant. Dan moet je op verzoek van de cliënt transparant zijn. Nou,
Wat betekent dat? Dat betekent dat daarvoor de wet niet wijzigt. Omdat op dit moment moeten we ook al op verzoek van de cliënt transparant zijn. Dus voor de zakelijke klanten verandert niks. En de particuliere klanten, daarvoor moeten we, zoals dat staat, kosteloos en op begrijpelijke wijze, et cetera, et cetera. Ga ik allemaal nog doorheen lopen. En dan het laatste wat ik even gehighlight heb in het geel. Het is van toepassing op overeenkomsten in zaken schadeverzekeringen. Die zijn aangegaan op of na 1 juli 2024. Dus alles wat voor die tijd gesloten is, daar hoeven we niet actief te worden. Dat is nu nog even interessant. Daarna eigenlijk niet meer. Alleen het stukje overeenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 juli 2024. Want ja, wanneer ga je een nieuwe overeenkomst aan? Daar kom ik straks op terug. Nou, ik heb hier eens bullet voor bullet uitgeschreven wat er nou eigenlijk in die wijzigingswet staat. Maar zoveel als erin staat, er staat ook een hoop niet in. Kom ik zo meteen ook op terug. Maar er is ook nog wel wat aan ons overgelaten. En bij het doen aan de regelgeving is het altijd verstandig en belangrijk en goed als je weet wat de wetgever bedoeld heeft met de wet oogt en wat het doel is. Want als je dat weet, dan kun je in ieder geval in het geest van de doelstelling kun je die regels implementeren in je organisatie. En als je een keer controle krijgt, die vraag heb ik vaak gehad in het webinar, als je een keer controle krijgt, AFM ziet dat je je best doet om echt in de geest van de regelgeving te handelen, dan beoordeel je natuurlijk heel anders als iets wel of niet naar de letter klopt, dan als ze zien dat je er een padje van maakt. Dus snappen wat de wetgever beoogt is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je kan doen als je start met het implementeren van die provisietransparantie. Nou, wat die wetgever beoogt, dat heb ik in de titel staan. Transparantie van de adviesvergoeding heeft als doel duidelijkheid over de dienstverlening. Het is een beetje kromme redenatie in alle eerlijkheid, dat vind ik ook. Maar dit is nou eenmaal de redenatie van het ministerie en dus van de politiek. Wat ze belangrijk vinden is dat de klant weet waar die voor kiest. Voor wat voor dienstverlening die kiest. En ze hebben gezegd, als je de klant nou vertelt waar die voor betaalt of hoeveel die betaalt, dan ga je hem vanzelf vertellen waarvoor die betaalt en dan weet hij dus waar hij je op kan aanspreken. Nogmaals, het is een beetje kromme redenering, maar dit is het doel van de wet. Nu gaan we hem puntje voor puntje aflopen. We moeten aangeven wat de hoogte is van de provisie. Het begrip fijnmazig gemiddelde kom ik straks op terug. Maar daar begint de wet niet mee. Je moet transparant zijn over de hoogte van de precieze hoogte. Mocht dat niet kunnen, kom ik straks op terug. Dat is wat er moet. Nou, welke provisie dan? De provisie op schadeverzekeringen voor particulieren. Dat staat in de bullets eronder. Schadeverzekeringen waar provisie op vergoed wordt. Dat is logisch. Het hoeft dus niet op begrafenisverzekeringen. Helaas, want ik zou graag willen dat daar provisie op vergoed werd. En het hoeft alleen bij klanten die een consument zijn. Oftewel bij particulieren. De vraag die we daarover veel kregen in de roadshows was, ja, als ik nou een particuliere verzekering aan een onderneming verkoop. Nou, als je klant een rechtspersoon is, een onderneming, dan valt hij dus niet onder de reikwijdte van deze wet. Want dan is het een cliënt, niet zijnde een consument. Dus dan hoef je niet transparant te zijn. Als je nou een zakelijke verzekering aan een particulier verkoopt, voor een particulier sluit, dan moet je wel voldoen aan deze regelgeving. En dit zal ik nog een paar keer zeggen waarschijnlijk vandaag, er zullen momenten zijn dat je het niet zeker weet, dat je twijfelt. Jullie kunnen al raden wat ik daarop zeg en wat ook de AFM daar al over gepubliceerd heeft. Als je echt twijfelt en je weet het niet zeker, dan kun je het beter wel doen. Want het is niet erg als je transparant bent terwijl het niet hoeft. Het is natuurlijk wel slecht als je niet transparant bent terwijl het wel moet. Dus bij twijfel, doe maar wel. Als het goed is, hebben wij op de website, ik kom straks toe aan waar dat precies staat, uitgebreid uitgeschreven wanneer het wel en niet hoeft. En waar dat niet in regels is vervat, mag je dat zelf bepalen. Het enige is dat je dat wel even moet vastleggen. Dus nogmaals,
aangeven wat de hoogte van de provisie is voor alle schadeverzekeringen voor particuliere klanten. Dat moet voor het afsluiten van de overeenkomst. Voor het afsluiten van de overeenkomst. Dat kan dus alleen bij nieuwe overeenkomsten. En dan die na 1 juli gesloten zijn. Maar het mag nu ook al. Dan is de vraag, wat is een nieuwe overeenkomst? Daar is geen sluitende definitie van. Je zou kunnen zeggen, zo hoorden we dat wel eens, is bijvoorbeeld het polisnummer. Geldt dat als de overeenkomst? Dus als iets hetzelfde polisnummer houdt, dan zou je kunnen zeggen dat blijft dus dezelfde overeenkomst. Dat is niet helemaal het geval. Want neem een autoverzekering. Iemand die heeft een WA op een oude auto. Die auto wordt verkocht. Hij koopt een nieuwe auto. Waardoor hij een casco-dekking wil. En het verzekerende bedrag gaat enorm omhoog. Dus die premie die wordt totaal anders. Dat kan onder hetzelfde polisnummer gebeuren. Maar je voelt al aan dat in de geest van de wet dit gewoon echt een nieuwe verzekering is. Voor een nieuw object. En dan ga je natuurlijk niet zeggen het is hetzelfde polisnummer, dus dezelfde overeenkomst. Dat geldt dan niet. Andersom, als iemand een aanrijding heeft waardoor zijn schadevrije jaren verdwijnen en zijn provisie enorm, of zijn premie enorm stijgt, ja, dat is gewoon dezelfde overeenkomst. Dan hoef je niet transparant te zijn over de provisie omdat zijn premie verhoogt. Dat zou heel raar zijn. Dus er zit een heel grote variatie in het grijze gebied. Wat je moet doen is zelf voor jouw onderneming keuzes maken. Wat het best past bij jouw manier van werken. Daar gaan wij wel handvatten voor geven. Dus wij zullen op de site leren hoe je dat kunt vastleggen. Welke keuzes je kunt maken. Maar het staat jezelf vrij om daar keuzes in te maken. Maar motiveer het, leg het goed vast. En zorg dat iedereen op kantoor ervan op de hoogte is. Dus uiterlijk voor het afsluiten van een overeenkomst. Daar heeft de AFM nog één aanwijzing bij gegeven. Let even op, heeft de AFM gezegd. Bij prolongaties, dat zijn natuurlijk geen nieuwe overeenkomsten, maar civielrechtelijk, als er echt wezenlijke wijzigingen zijn, dus enorme premieverhogingen of andere wezenlijke wijzigingen, dan gaat er civielrechtelijk wel een nieuwe overeenkomst in. En dan moet je dus ook weer transparant zijn. Ik vind het niet leuk. Don't shoot the messenger, maar wet op dit moment. Dus hou daar rekening mee. Ik al mee begon hier. Het doel van de wet is om te zorgen dat de klant weet waarvoor die en dus wat hij van de adviseur mag verwachten. En dat doel is dus, ik heb het dilemma even geschetst. Het doel is dus dat de klant bewuste of bewustere keuzes maakt voor zijn dienstverlening. De enige manier om de klant bewust te laten kiezen voor zijn dienstverlening is om die klant ook aan het begin van die dienstverlening uit te leggen wat je gaat doen. Want dan kan hij ervoor kiezen. Als je helemaal aan het eind vertelt, oh, dit doen we trouwens allemaal voor je. Ja, dan is de dienstverlening al geweest en dan heeft hij er dus niet bewust voor gekozen. Dus als de wetgever wil dat een klant bewust kiest voor de dienstverlening, en dat staat klip en klaar in de toelichtingen, hebben ze ook steeds aangegeven. Als het om het bewustzijn van de klant over de dienstverlening gaat, dan moet je volgens de geest van de wet vroeg in het proces, helemaal aan het begin van het proces, aan die klant uitleggen wat je allemaal voor hem doet. Dat is dan ook het moment om transparant te zijn over je verdiensten. Het probleem is alleen, in zo'n vroeg stadium is de provisie nog niet bekend. Dat is het dilemma. Dat dilemma hebben we opgelost. Namelijk, als de precieze provisie nog niet bekend is, dan volstaat een fijnmazig gemiddelde als indicatie. Fijnmazig gemiddelde is in de toelichting van de wet omschreven als een zo nauwkeurig mogelijk indicatie voor vergelijkbare producten met vergelijkbare dekkingen. Die mag je voor nu even vergeten, want wij hebben namelijk voor verschillende producten hebben wij een rekenbox ontwikkeld waar je in een heel vroeg stadium kunt uitrekenen wat die fijnmazig gemiddelde provisie gaat worden. Daar kom ik straks op terug. Dan laat ik je zien hoe dat in zijn werk gaat en waar je dat kan vinden. Maar het punt wat ik hier even wil maken is, als het dus niet mogelijk is om de precieze provisie mede te delen, en dat is natuurlijk aan het begin nooit mogelijk, dan hebben we een manier bedacht waarop je het wel in een heel vroegtijdig stadium, tijdens het allereerste gesprek, met je klant kan bespreken.
Zo ook als je gebeld wordt door een klant die bij de autodealer staat en de showroom uit wil rijden. Die zegt, dit is mijn kenteken, wil je me verzekeren? Kun je op deze manier aangeven, ik vul een aantal gegevens in. Ik krijg daaruit wat ongeveer je maandpremie wordt. Daar zit deze provisie in. Later kan ik je precies vertellen wat het is. Het goede nieuws is, die provisie die zit al in de totaalprijs. Dus je hoeft het niet apart aan mij over te maken. Of een andere manier van beschrijven die je zelf natuurlijk mag bepalen. Dus het fijnmazig gemiddelde volstaat als indicatie. Als de definitieve provisie significant afwijkt van de indicatie, dan moet je de cliënt natuurlijk even op de hoogte stellen. Ja, dat is logisch. Als je aan het begin zegt, we denken dat je een tientje aan provisie betaalt, het blijkt €50 te worden. Ja, als je dat niet zou moeten corrigeren, dan heeft het helemaal geen zin, want dan kunnen we roepen wat we willen. Dus het is eigenlijk een hele logische. Check even aan het eind of het klopt, of het ongeveer klopt wat je hem verteld hebt. Dat kan je met de polis doen als je die ziet. Je kunt het ook met de offerte doen. Dat is eigenlijk de beste manier om dat dan, dat je nog voor het afsluiten, hè, de precieze provisie dan aan je klant kan mededelen. En ik bedoel de beste manier van checken wat je hebt aangegeven ook klopt. Dat is de volgende bullet, hè. Provisie op de offerte voldoet ook. Dat klopt. Het punt is alleen dat nog niet overal op alle offerteprogrammatuur die provisie is ingeregeld. Ook niet op 1 juli, kom ik zo meteen ook op terug. En bovendien krijgt ook niet iedere klant in ieder werkproces een offerte. Dus ja, het voldoet, provisie op de offerte. Mijn persoonlijke advies is, doe dat ook vooral altijd. Want dan heb je het in ieder geval op tijd medegedeeld aan de klant. Maar er zijn een heleboel situaties waarin er geen offerte op tafel komt. Dan moet je het op een andere manier doen. Nou, die manier, daar ga ik ook nog verder op in. Tot slot nog even over die offerte. Waarom denk ik dat het verstandig is om niet alleen het op de offerte vermelden en dat bij een klant neer te leggen? Omdat je dan transparant wordt halverwege je dienstverlening, namelijk aan het eind van je adviestraject. Dan heb je al een heleboel voor de klant gedaan. En dan ga je op dat moment pas transparant worden over je kosten. In de geest van de regelgeving moet je het aan het begin doen. En ja, wat wij van alle deskundigen horen is dat het ook verreweg het makkelijkste is om dat aan het begin met de klant te bespreken. Want je wilt natuurlijk niet dat je pas bij de offerte daarvan een klant vragen over krijgt. Goed. Bottom line, ja, op de offerte. Alleen op de offerte. Dat mag ook. Maar vanaf 1 juli is het nog niet overal voor elkaar. En er zijn ook offertes die nog niet programmatuur die nog niet. Er zijn bij een hoop producten geen offerte op tafel. Dus dan moet je het op een andere manier. Tot slot, de wijze van communiceren, het woordgebruik en de wijze van vastligging zijn vormvrij. Daar ga ik zo meteen wat verder op in, hoe je dat dan kan invullen, wat er dan wel mag en wat er eigenlijk ook niet mag, ondanks het feit dat het vormvrij is. Maar voordat ik dat doe, loop ik nog even door de bullets zoals ze hiervoor staan. Dus kijk nog even mee, want dit is eigenlijk kort samengevat de wet waar je aan moet voldoen. Daar komt ie. Aangeven. Vanaf 2024. Aangeven wat de hoogte van de provisie is op schadeverzekeringen van particuliere klanten. Dat moet je doen voordat het product wordt afgesloten bij nieuwe aankomsten. Let hierop, wezenlijke wijzigingen betekent een nieuwe overeenkomst. Dus als je een kostbaarheidsverzekering hebt en daar wordt iets aan toegevoegd, dat is geen wezenlijke wijziging. Als je een nieuw object verzekert, nou, dan kun je er eigenlijk altijd wel van uitgaan dat dat wel een hele wijziging is. Kijk hiernaar en beslis voor jouw organisatie wanneer jij iets een nieuwe overeenkomst vindt. Leg dat ook vast en wij zullen voorbeelden geven van hoe je dat vast kan leggen. Snap wat het doel van de wetgeving is, zodat je in de geest van de wet kunt opereren als je niet precies weet wat de wet voorschrijft. Het doel van de wet is dus dat de klant weet waarvoor hij betaalt. En dat hij dus ook weet waar hij de adviseur op kan aan.
Als de precieze provisie nog niet bekend is, in het begin vaak het geval, bij sommige verzekeringen zelfs, bij auto's, als je ze afsluit, als je de precieze provisie nog niet precies weet, dan volstaat een fijnmazig gemiddelde. Ik leg straks uit hoe je dat met de rekenbox kunt uitrekenen. Als je een voorspelling hebt gedaan wat wordt en die wijkt, een eindelijke provisie wijkt significant af, dan moet je dat nog even aangeven voor sluiten. En het voldoet als je die provisie op de offerte zet. Goed. Dan ga ik nu over naar datgene wat er niet in de wet staat. En wat dus vormvrij is. Wat vormvrij is, dat zijn de wijze van communicatie, het woordgebruik en de wijze van vastlegging. De communicatie, daar is niks over. En communicatie, naar mij bedoel ik het antwoord op de vraag, hoe moet ik dat aan mijn klant mededelen? Mag het mondeling? Ja, het mag mondeling. Maar ja, je moet wel kunnen aantonen dat je compliant bent. Je moet wel kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Dus als je wil kunnen aantonen dat je iets mondeling aan een klant hebt medegedeeld, dan zou ik het heel verstandig vinden als je ook iets vastlegt in zijn klantdossier. Kom ik straks op. Dat is de vastlegging. Je mag het mondeling doen. Het kan in een heel vroeg stadium, omdat we een rekenbox gebouwd hebben. Provisieberekenen.nl is het adres. Daar kom ik straks op terug hoe die werkt. Maar het kan dus in een vroeg stadium. En wat ik net al twee keer gezegd heb en wat je ook in de media hebt kunnen lezen. Als je de provisie op de offerte afdrukt, voldoe je ook. Maar de offerte wordt natuurlijk laat in het proces pas geleverd aan de klant. Jullie zien daarachter twee kleine icoontjes van wat wij noemen praatplaten. Daar kom ik ook straks even op terug. We hebben een soort placemats gemaakt die adviesleden kunnen downloaden en daar zelf wijzigingen kunnen aanbrengen waar je de klant helemaal door je dienstverlening heen kan nemen en waarin je de manier waarop je advies geeft kan positioneren bij je klant aan de hand van tekeningetjes en plaatjes. En er is een e-learning gemaakt door Lindehagen waar adviesleden voor €19 de e-learning kunnen volgen. Kom ik ook zo meteen op terug. Jullie zien bij een aantal woorden op deze sheet, zie je een asterisk staan. Zoals bij e-learning, bij praatplaten, bij provisieberekenen.nl. Dat betekent dat ik er nog uitgebreid op inga. Ja? Dus dat wordt nog duidelijker. Dus de communicatie is volledig vormvrij. Het enige wat je wel even goed in het snotje moet houden, is dat je het moet kunnen aantonen dat je aan de wet voldoet. Dus dat je het besproken hebt. Dat zit hem in de vastlegging. Kom ik zo op terug. Het woordgebruik. Hebben we eigenlijk in elke roadshow daar wel vragen over gekregen. Zijn we verplicht om het woord provisie te gebruiken? Antwoord, nee. In de wet staat wel dat we transparant moeten zijn over de provisie, maar die is ook in de wet gedefinieerd. Maar er staat nergens in de wet dat wij de vertellen dat provisie heet. Dat woord moeten gebruiken. We hebben over de adviesvergoeding of de dienstverlening van de adviseur. Ik heb een aantal verzekeraars al gesproken. De een die gaat vergoeding adviseur op de offerte zetten. En de ander dienstverlening van de adviseur op de offerte zetten. Dus zullen er ook die provisie, het woord provisie zullen gebruiken. Eigen voorkeur. Gebruik het woord waar jij je het prettigst bij voelt. Zou ik zeggen. Daar mag je dus verschillende woorden voor gebruiken. Wat je niet mag doen is het wegpoetsen. Dus bijvoorbeeld een woord als of overige kosten. Dat is namelijk niet in de geest van de wet. Er staat ook nergens in de wet dat dit. Maar dit is echt niet in de geest van de wet. Dat is namelijk weer het verdoezelen. En dat doen we niet. Ik heb de vraag tijdens de roadshows vaak gehad. Kunnen verzekeraars het ook op de polis printen? Nou, dat kunnen ze misschien wel. Maar zijn wij altijd tegen geweest om twee redenen. Ten eerste, wij zijn degene die praten over onze vergoedingen. We gaan niet de verzekeraar laten vertellen wat onze vergoeding is. Dat doen wij zelf. Maar de belangrijkste reden is ook wettelijk. Namelijk dat je pre-contractueel transparant moet zijn. Weet u nog, er stond voor het afsluiten van de overeenkomst. Als de polis op tafel ligt, is de overeenkomst afgesloten. Dus dat is te laat. Dus offerteprogrammatuur van verzekeraars en service providers. Ja. Heel goed. Wij hebben gezegd, we vinden dat de adviseur moet kiezen
om het wel of niet op offerte te laten zetten. Offerteprogrammatuur, ja. Polissen, nee. Dan tot slot, hoe leggen we het vast? Dat is niet beschreven in de wet. Er is niet eens beschreven dat je het moet vastleggen. Maar je moet het vastleggen, want je moet kunnen aantonen dat je voldoet aan de wet en de regelgeving. Dus wat ik natuurlijk de meest verstandige vind, wat je ook de meeste hoort zeggen die het op die manier doen, leg het vast in je klantdossier. Er zijn verschillende manieren dat je het vast kan leggen in je klantdossier. Door een pdf-printje van provisieberekenen.nl. Dat is de rekenbox die ik jullie zo meteen zal laten zien. Althans een paar schermsprints daarvan. Je kunt een offerte aan de klant verstrekken die in je klantdossier opslaan. Je kunt een aantekening maken in je klantdossier. Namelijk, ik heb hem verteld dat het zoveel is. Je kunt de klant een premie en de provisie wordt. En die e-mail vervolgens in het klantdossier hangen. Je kunt zelfs in de outbox van je e-mail terughalen dat je het ooit aan een klant hebt medegedeeld. Mag dat op die manier? Ja. Vind ik dat verstandig op die manier? Nee, dat wordt natuurlijk een puinbak. Dus ik vind het klantdossier het verstandigste. En er zijn verschillende manieren waarop je het in het klantdossier kan neerleggen. Nog even twee belangrijke. Ten eerste, bij die offerte, hoor hem veel. Wij hebben bij alle verzekeraars uitgevraagd, wanneer heb je het op de offerte staan? Er druppelen nu hier en daar wat antwoorden binnen van verzekeraars. Wij zullen publiceren wat wij al weten op onze website. Maar er zijn best wel een aantal verzekeraars die het of nu nog niet weten, of nu al wel weten dat ze 1 juli nog niet klaar zullen zijn. Dat is natuurlijk vervelend, want we willen natuurlijk met z'n allen dat het wel zo is. Maar we zullen toch even moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus voor die verzekeraars die nog niet klaar zijn, moet je op een andere manier dan via de offerte de provisietransparantie geven. Tot slot, waar je ook voor kiest, zorg dat je de vastlegging doet, dat je die georganiseerd hebt en dat je het binnenkantoor goed gecommuniceerd hebt op welke manier jullie provisietransparantie gaan invoeren, gaan vormgeven. Als je een controle krijgt van de toezichthouder, dan zullen ze gaan kijken naar de manier waarop je je best hebt gedaan om dit zo goed mogelijk te implementeren. Dan helpt het als je het goed in je AOIC hebt verwoord. Nogmaals, wij zullen op onze website daar voorbeelden van geven. Wat ik net heb besproken is wat er in de wet staat en wat er niet in de wet staat. Wat er in de wet staat is, voor alle nieuwe overeenkomsten, schade, particulier na 1 juli 2024, actief transparant naar de klant. Ik ben er misschien nog even vergeten. Wat er niet in de wet staat is hoe je het moet communiceren, welke woorden je daar moet gebruiken en hoe je het moet vastleggen. Dat je het moet doen, dat is evident. En hier gaan we je bij helpen. De eerste vraag, wat staat er in de wet, heb ik denk ik hiermee beantwoord. Er zullen ongetwijfeld nog vragen over binnenkomen. Als je iets gemist hebt of het ging te snel, kun je de Q&A en ook dit hele stuk nog eens een keer terugzien op de website. Alles wat ik verteld heb staat ook gerubriceerd op de website nog een keer uitgebreid uitgelegd. Ik leg zo meteen uit waar op de website dat te vinden is. En je kunt natuurlijk ook altijd vragen stellen. Dan als er een nieuwe vraag is, dan zorgen we dat die in de Q&A wordt opgenomen. En dat is uiterlijk 15 juni gereed. Dus dit was de eerste vraag. Wat staat er in de wet? Als het goed is, weet je dat nu. Gaan we nu naar de tweede vraag. De tweede vraag is, hoe gaan we de adviseurs erbij helpen? Hoe kun je daar als adviseur op voorbereiden? Er zijn een aantal handvatten die we hebben. Waarom maken we er zo'n grote fus van? Waarom maken we zoveel werk van die implementatie? Nou, primair omdat het een grote verandering is voor heel veel adviseurs. Van vrijwel iedereen die ik in de roadshows gesproken heb en daarvoor en daarna hoor ik, ja, inhoudelijk en materieel is het eigenlijk niet zo heel erg spannend. Het is eigenlijk niet zo heel veel wat we moeten doen of wat we extra moeten doen. Dat hebben we net ook kunnen zien, hè, in de behandeling van die wetgeving. Er is niet zo heel veel wat er verandert. Het als een grote, zware verandering. Dat komt omdat het een geautomatiseerd proces is.
wat je moet aanpassen. Je klantgesprek doe je iedere dag, gaat voor een deel op gevoel. Nou, dat aanpassen, daar moet iets bij, dat is al een enorme verandering. Als het dan ook nog over geld gaat en ook nog over het geld wat jij eraan, wat aan jou wordt betaald. Ja, dat is lastig. Dat voelt een beetje onheimisch. De enige manier om te zorgen goed bij een klant over het voetlicht krijgen, is zorgen dat we er goed voorbereid aan beginnen. Dus oefen. We hebben nu nog 3 weken. Oefen op kantoor, op collega's. Zorg dat je de eerste paar keer struikelen al gehad hebt in een veilige omgeving met je collega's. En zorg dat als het 1 juli is en je moet aan de bak hiermee, dat je gewoon weet hoe je dat moet doen, omdat je het al een paar keer geoefend hebt. Dan is onze hoop, en van sommigen ook de verwachting, dat de bergen waar sommigen op dit moment tegenop zien, achteraf misschien hobbels blijken te zijn. We hebben in ieder geval alles aan gedaan om je te helpen daarbij. Om je daarbij te helpen. Dus nog even terug naar wat doen we allemaal om je bij te helpen. De waarde van advies gefaseerd. Daarmee bedoelen we de praatplaten. Daar kom ik zo meteen op terug. Op deze kom ik allemaal terug hoor. De rekenbox. We hebben een e-learning om nog eens een keer te helpen. Waarin je nog eens een keer alle vraagstukken beantwoord krijgt op een rijtje. We hebben op onze website transparantie en dienstverlening op onze website een knop zitten, transparantie en dienstverlening. En daarachter hangt een heel kennisportaal waar alle informatie nog eens een keer in staat. Beetje grijs gemaakt is de roadshow, die hebben we terug en vandaag is de veegsessie, dus die is al klaar. Maar deze veegsessie is ook terug te zien, heb ik me laten uitleggen. Goed, dan gaan we nu naar het eerste onderwerp. Het eerste handvat wat we voor jullie hebben, dat is mooi genoemd de waarde van advies gevisualiseerd. Wij noemen het in de volksmond de praatplaten. En dat zijn er 2. De blauwe en de oranje. De blauwe praatplaat. Voor iedereen te downloaden van de advies site. Voor adviesleden te downloaden en aan te passen. Dit is een placemat, zoals we het noemen, waar je met je klant doorheen kan lopen, waarin je je positionering als onafhankelijk adviseur over het voetlicht kan brengen. Hoort mij niet zeggen dat je deze moet gebruiken. Als je hem doorleest, als je hem bekijkt, als je klant daar stukjes uit laat lezen, dan zal je zien dat wat er gebeurt als je dit met een klant bespreekt, is dat die klant helemaal niet meer bezig is met alleen maar de prijs. Of, kan ik het ook bij FBTO bij elkaar klikken? Want wat hier allemaal staat over jou als adviseur, dat kan je nergens anders, krijgen dan bij een onafhankelijk adviseur. Alleen het is niet zo dat je dat de klant vertelt. Je vraagt de klant waar hij behoefte aan heeft. En je hebt een aantal voorbeeldantwoorden al voorgekauwd hiermee. Ik ga naar de tweede praatplaat, want daar staat een enorme waslijst aan diensten die wij doorgaans aan onze klanten leveren. Nogmaals, deze is de downloader voor adviesleden en helemaal aan te passen aan je eigen dienstverlening. Doe dat ook vooral, zou ik zeggen, want dan heeft hij natuurlijk de grootste kracht. Niet adviesleden, misschien zitten ze in de call een aanpasbare willen. Die kunnen ons bellen of een mailtje sturen naar de infobox. En dan krijgen ze een reactie van de afdeling ledenzaken. Niet adviesleden kunnen dat ook krijgen. Maar goed, dan gaan we het wel over het lidmaatschap hebben. Dat terzijde. Hier staat een enorm overzicht van wat we allemaal voor die klanten doen. Het is een stuk makkelijker om na een uitgebreide inventarisatie van onze dienstverlening iets over de betaling daarvan te zeggen. Zal niet iedereen bij elke klant constant op tafel willen hebben of zullen leggen. Maar het helpt wel erg om er eens goed doorheen te lopen. Zodat als je vragen krijgt van je klant, dat je dat we met elkaar beter worden in goed en duidelijk over het voetlicht krijgen aan die klant. Wat wij doen. Want we weten met z'n allen, dat hebben we ook in de roadshows gezien, eigenlijk zijn we als beroepsgroep bescheiden. Als nou. Een van de side effects van deze hele wet, of misschien wel het primaire doel van deze hele wetswijziging, namelijk dat klanten veel bewuster zijn van wat wij allemaal voor ze doen. Als dat dan gerealiseerd zou worden, nou ja,
Dat is wel iets wat ik wel toejuich. Want ik denk dat het in de samenleving, dus alle klanten bij elkaar opgeteld, eigenlijk niet bekend genoeg is wat voor goede dingen wij allemaal voor die klant doen. Dus laat dat dan de positieve spin-off van deze wet zijn. Als dat doel bereikt wordt, nou, dan denk ik dat we er met z'n allen beter van worden. En zeker die klant, want die twijfelt dan nooit meer of die naar een adviseur moet of niet. Dit zijn de praatplaten waarmee je dus je positionering als dienstverlener aan die klant nog even stevig kracht bijzet. Dan de rekenbox fijnmazig gemiddelde provisie. Tijd om daar toegang toe te krijgen. Waarom zijn dat twee verschillende dingen? De rekenbox is de machine. Die is gemaakt door Anva en door Moneyview. Anva die roept de bedragen uit Moneyview aan en die berekent daarop de provisie. Functioneert allemaal en dat kun je ook met je eigen systemen kun je dat aanroepen. Daar is een API voor gemaakt. Staat ook op onze site. Kun je ook naar de infobox vragen hoe je daar je systeem op kan aanpassen. Dat is voor de technici. Maar daar kun je dus je eigen adviessysteem op aanpassen. Dat kunnen ook softwareleveranciers doen. Dat is gewoon open. Sorry. Maar de meeste van ons die zullen daar niet een eigen systeem op aanpassen. Die willen gewoon via een website dat kunnen aanroepen. Dus daar is door Blinks ook nog een website omheen gebouwd. Vandaar dat ze apart staan vermeld. Box en de website. Ik noem nu samen de rekenbox. Vinden via de URL provisieberekenen.nl. Nu komt er een hele volle sheet. Waarom is deze gemaakt? Deze is gemaakt met als doel dat je heel snel aan het begin van je eerste gesprek, of als je een klant aan de telefoon hebt die meteen verzekerd wil zijn, toch een indicatie te kunnen geven de provisie. Of, ik moet het eigenlijk zuiver zeggen, een indicatie geven van de te verwachte premie en daarmee van de provisie. Als ik één ding geleerd heb in de afgelopen maanden dat we hiermee bezig zijn, is dat de manier van het denk ik, allemaal gaan communiceren straks, is wel gekoppeld aan de premie. Dus ik denk dat vaak het verhaal zal worden, je maandpremie is bijvoorbeeld de auto euro. Mijn vergoeding zit daar al 20 euro. Maar dat hoef je niet apart aan me over te maken, want dat doet de verzekeraar. En als je het wil vergelijken met anderen, moet je de all-in prijs van die 100 euro vergelijken. Het is een manier om het te bespreken. Maar gekoppeld aan de premie is eigenlijk de meest logische manier. Je maandpremie wordt X. Is dat oké? Okay? Ja, dat is oké. Okay. Nou, heeft hij ook al aangegeven dat die zit er namelijk in ook oké okay is. Nogmaals, oefen hiermee op elkaar op kantoor. Van degenen die al een tijd lang transparant zijn, horen we toch terug dat het goed te doen is. Met de rekenbox kun je dus voor de verschillende producten kun je een berekening aan, hoef je maar een paar indicatoren te geven, echt heel weinig. En dan krijg je een fijnmazig gemiddelde. We hebben allemaal verschillende manieren bekeken hoe je het kan berekenen. We hebben bijvoorbeeld het aantal premies wat we terugkrijgen, gooien we de hoogste eruit en de laagste eruit, zodat de exoten eruit zijn, zodat het gemiddelde beter klopt. We hebben gekeken, moeten we nou een gemiddelde met een marktaandeel erin hebben of een algemeen gemiddelde? Nou, er zijn een heleboel vragen die we erover beantwoord hebben. Die hebben we ook allemaal vastgelegd. Die hebben we voor een deel gedeeld met de AFM. En daar is deze uitgekomen. Voor het nu voor in dit webinar veel te ver om uit te leggen wat alle beslissingen geweest zijn die we genomen hebben in het tot stand brengen van deze rekenbox. Maar het zijn er heel wat geweest. En wat we zien is dat de premies en daarmee de provisies, die worden berekend vrij dicht liggen tegen, of dat de verschillen tussen de provisies vrij klein zijn. Dus het zal niet heel vaak gebeuren dat je echt in de lucht moet komen bij je klant, omdat de indicatie die je hebt gegeven enorm afwijkt van het uiteindelijke reële cijfer. Dus je vinkt of je klikt een van die blokjes in het blauw met oranje, klik je aan, dat is het product wat je voor de klant wil sluiten. Je vult een paar gegevens in. Je krijgt, dat staat daaronder, nog een paar vragen. Namelijk bijvoorbeeld,
hoeveel, wat is het provisiepercentage wat je aan de klant in rekening gaat brengen. Dat moet jij zelf invullen uiteraard. Er zijn afhankelijk van het product nog een paar vragen. Bij auto moet je natuurlijk een kenteken ingeven. Postcode, postcodes, die worden ook vaak gevraagd uiteraard. En dan krijg je terug wat er recht staat. Onze dienstverlening, een stuk met daaronder wat de premie is die de klant gaat betalen. En onder die premie die in het zwart staat, staat dan wat de provisie is die op een bepaald product wordt verkregen door de adviseur. Het zijn maandpremies en ook maandprovisies. Dat zijn best bescheiden bedragen. Het verbaasde mij eigenlijk dat als je verschillende producten invult, hoe laag eigenlijk die provisie is. De vraag die je naar boven kan komen bij klanten is, kan je het daarvoor doen dan? Nou ja, dan denk ik dat wij allemaal wel kunnen uitleggen dat provisie een stelsel is en dat er een hoop solidariteit in zit. En dat doordat iedereen die provisies netjes elke maand betaalt, jullie je werk kunnen doen. Maar goed, dat is jullie werk, dat doen je al jaren, dus daar ga ik nu verder niet op in. Dan hebben we nog een vraagstuk over wat is nou een nieuw product? Wat is een nieuwe overeenkomst? Moet ik van deze apart transparant zijn? Of mag ik, als het een pakketpolis is, ook de totaalprijs van die pakketpolis noemen? En daar op. Onbevredigend antwoord wat ik nu ga geven op die vraag is, daar is nog geen duidelijkheid over. Wat we in ieder geval constateren is dat als je al die producten apart benoemt, dan zit je goed. Er zijn ook een hoop mensen die beargumenteren dat een pakketpolis ook een product is die je met andere pakketpolissen kunt vergelijken. Als je in de wet kijkt, dan hebben ze het over product. Ze hebben het niet over aparte risico's. Dus je kunt goed beargumenteren dat ook een pakket dat voldoet. Vooralsnog, in ieder geval per product, mocht het zo zijn dat per pakket ook is toegestaan, laten we je dat weten. Via ledenberichten, op de website. En ik denk dat ook de vakmedia als AM en VVP dat TCT wel zullen oppikken als dat zo is. Dus daar zijn we nog mee bezig. Eenzelfde vraagstuk gaat over. Er zijn een paar open eindjes in de wet die nog niet helemaal duidelijk zijn. Namelijk, wat doe je op het moment dat er dat er meerdere adviseurs achter elkaar, hè, dat die provisie verdeeld wordt, hoe moet je het dan duidelijk maken? Zo zijn er nog een paar vraagstukken, die zijn we nog met de AFM aan het uitwerken. We doen natuurlijk ons uiterste best om dat voor 1 juli allemaal duidelijk te hebben. Het zijn wel exoten. Dus de grote mainstream voor 95% van de gevallen, hoe je het beste kan doen. Daar waar nog geen duidelijkheid over is of zou zijn, bedenk wat jij vindt dat het verstandigst is. Leg dat ook vast en doe het op die manier. Is het vastgelegd en de reden waarom jij vindt dat dit in de geest van de wet is, dan dan voldoe je al vrij snel aan de doelen van de regelgeving. Nog één laatste opmerking over de rekenbox. Provisieberekenen.nl. Dit is voor 90-95% van de producten in de markt geschikt. Als je enorme exoten hebt, als iemand in een Ferrari voorkomt rijden die hem even wil verzekeren bij je, zal niet heel vaak gebeuren, dan voldoet deze rekenbox natuurlijk niet. Bij dat soort exoten heb je waarschijnlijk ook vaak een offerte op tafel. Maar let even op of het bedrag wat uit deze rekenbox komt, hij is natuurlijk vrij nieuw, of die ongeveer klopt. Ga er niet klakkeloos van uit. Hij zal in 90% van de gevallen of 95% van de gevallen goed gaan en kloppen, maar bij exoten opletten. Dat nog als laatste waarschuwing. Dat was de rekenbox provisieberekenen.nl. Dan. We hebben het gehad over de praatplaat. We hebben het gehad over de rekenbox met de website. Dan wil ik nu kort even met jullie kijken naar de e-learning. Want Linda Hagen heeft een e-learning gemaakt. Waarin je als advieslid voor 19 euro nog eens een keer 1,5 uur door alle grote vraagstukken rond provisietransparantie wordt heen geholpen.
Met daarin animaties, ook filmpjes. Dat is natuurlijk altijd een beetje gekunsteld, maar het geeft wel een goed inkijkje van hoe zoiets eruit zou kunnen zien. Of dat nou helemaal op jouw situatie van toepassing of niet, is of niet, is eigenlijk niet zo interessant, want het is een manier van hoe je het met een klant kan bespreken. Het is een manier van in gesprek komen. Wat wordt er dan besproken in die e-learning? Aantal hoofdstukken. Wat is nou precies die actieve provisietransparantie? Hoe ga je om met de rekenbox, hè, provisieberekenen.nl die ik net heb toegelicht. Hoe kun je daar, hoe kun je die inzetten en hoe kun je daar ook weer, hoe kun je dat opslaan? Ik merk dat ik ietsje hoort, maar stotteren iets ben vergeten. Dus ik ga al even twee sheets terug. Je ziet aan de rechterkant staan onze dienstverlening. Dat is een pdfje. Er zit een knop op de website print pdf. Dan print je deze als pdf. En deze kun je dus opslaan dan als pdf in je klantdossier. En zo kun je dus laten zien aan een eventuele controleur dat je hebt voldaan aan de transparantie. Dit nog even. Dus je hoeft het in te vullen. Hij spuugt dit uit. Je print hier een pdf van. En dan kan je het opslaan in het klantdossier. Ga ik nu weer terug naar de e-learning. Hoe kan je de rekenbox gebruiken? Dat is hoofdstuk 2. Hoe kan je dat gesprek nou voeren? Ja, dat is echt maar één manier om te zorgen dat je 1 juli een beetje goed beslagen ten ijs komt. Dat is het oefenen. Oefenen. Niet alleen deze e-learning kijken. Oefenen op collega's of op familie. En geloof me, het is altijd lastiger om het op een collega te oefenen dan een klant uiteindelijk. Dus als je het op een collega kan, kan je het ook op een klant. En tot slot voor leidinggevenden en ondernemers of misschien ook mensen die het zelf interessant hebben. Hoe ga je nou om met dit soort veranderingen? Hoe kun je daar nou voor wapenen? Hoe kun je daar nou goed op voorbereiden? Want nogmaals, materieel is het misschien allemaal niet zo heel veel of heel spannend wat we moeten. Het voelt wel als een grote verandering en daardoor is het een grote verandering. Tot zover de e-learning. Je kunt het via onze site benaderen of gewoon naar lindahagen.nl gaan en dan vind je hem vanzelf. Dan gaan we naar de laatste hulplijn, hè, zoals ik het maar noem. Dat is onze website. Ik mag hopen dat iedereen van jullie de website kent en weet dat er, als je een beetje naar beneden scrolt, een heleboel blauwe knoppen staan of blauwe blokjes. Dat is ons kennisportaal. En in dat kennisportaal, daar hebben we één knop zitten, een beetje in het midden. En die heet transparantie in dienstverlening. Misschien moeten we daar ook het woord provisietransparantie nog even onder zetten. Maar daaronder staat dit geheel. Transparantie in dienstverlening. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een overzicht van eigenlijk alles wat ik verteld heb. En alles wat we tot nu toe gedaan hebben om je hierbij te helpen. En daar kun je ook alle spullen van downloaden. Dus er is uitgebreid nog eens een keer beschreven, zo kort en bondig mogelijk, waar je aan moet voldoen. De regels in elkaar zitten. Maar er zitten ook allemaal voorbeelden bij. Je knoppen om nog eens een keer naar die rekenbox te gaan. Om die infographic nog eens een keer te bekijken of te downloaden. Je kunt van hier ook naar de e-learning. Nou, noem maar op. Maar ook de Q&A. Zie je helemaal rechtsonder in het grijze vlak staan. Filmpje van vandaag komt daar nog bij. De presentatie van vandaag die ik je geef hier. Die komt daar ook in te staan. Dus als het goed is, zijn hier alle antwoorden te vinden op vragen die je zou kunnen hebben over op welke manier moet ik provisietransparantie implementeren. Mocht het zo zijn dat je er een vraag niet beantwoord wordt, of mocht het zo zijn dat je het niet kan vinden, stuur een mailtje naar de infobox of stel hem nu in de chat en dan gaan we hem beantwoorden. En op het moment dat het een vraag is die we van niemand nog hebben gekregen en die er ook niet in staat, voeg hem toe aan de Q&A. Dat is natuurlijk de uitdaging die ik jullie allemaal geef. Stuur vragen die we nog niet beantwoord hebben, die wel relevant zijn en die nog in de Q&A beantwoord moeten worden. Ik zie dat we nog een paar minuten hebben. Dus we gaan kijken of er zo nog een aantal vragen zijn die we centraal hier moeten beantwoorden. Daarvoor kijk ik ook even naar de collega's of er vragen zijn die hier moeten beantwoord moeten worden. Maar datgene wat we tot nu toe hebben binnengekregen valt eigenlijk allemaal onder de Q&A. Dus die staan al beantwoord op de site. Dus lijkt erop dat er, dat er weinig vragen nu zijn. Wil ik tot slot
een klein doorkijkje geven naar het lobbytraject. Heel kort even een overzichtje. Wat hebben we allemaal gedaan tot nu toe? Jullie zien dat we in 2015 eigenlijk al begonnen zijn om voor te sorteren op vraagstukken waar we vandaag mee te maken hebben. Het is nu 2024. Het gaat beginnen en deze kijk je maar een keer rustig door. De grote vraag is natuurlijk, wat gaan we vanaf nu doen op dit thema? En we is dan in dit geval de branchevereniging, wij als advies. De komende 3 weken doen we nog hetzelfde als nu. De komende 3 weken zijn we alleen maar bezig om ondernemers te helpen met het goed implementeren van provisietransparantie. De tools nog verder te ontwikkelen, eventuele kinderziektes die erin zitten of foutjes die erin zitten eruit te halen. Verzekeraars aansporen om zo snel mogelijk die offerteprogrammatuur aangepast te hebben. Om ervoor te zorgen dat je straks op maandag 1 juli kunt voldoen aan de nieuwe regel. Zodra het maandag 1 juli is, hebben we misschien nog een paar weekjes om de eerste kinderziektes met jullie ook helpen eruit te halen. Maar dan begint de nieuwe fase eigenlijk voor ons, namelijk de lobby over het vervolg. Geloof me, de lobby over provisietransparantie is verre van ten einde voor ons. Wij gaan aan de slag met het vraagstuk rond het level playing field. Want alle juristen die wij hierover geraadpleegd hebben, die geven ons aan dat hoe het wijzigingsbesluit financiële markt 2023 eruit ziet, dat gewoon tegen Europese regelgeving is. Ik zal kort uitleggen waarom. In de IDD, de Insurance Distribution Directive, die in 2018 van kracht is geworden, daar staat dat iedere tussenpersoon transparant moet zijn over de aard van de beloning. Dat betekent, je moet proactief aan je klant aangeven hoe je beloond wordt. Of dat via een fee is, of via provisie, of op een andere manier. Daar heeft de Nederlandse wetgever van gezegd, ja, wij doen niet alleen de aard van de beloning, wij doen ook dat er transparantie gegeven moet worden over de hoogte van de beloning vanaf 1 juli. Dat is dus sterker dan Europese wetgeving. Dat wordt ook wel eens goldplating genoemd. Dat wordt ook wel eens genoemd een nationale kop op de Europese wetgeving genoemd. Dat is toegestaan. Dat heet minimumharmonisatie. Dus je mag wel meer doen, je mag niet minder doen. Dat is dus wat de Nederlandse regering heeft gedaan. Er zit alleen wel een spelregel aan. En die staat in het Unieverdrag voor Vrije Dienstverlening. Dat zegt, als je de regelgeving verzwaart, moet je dat voor de hele markt doen. En zij doen het, en de Nederlandse overheid doet het niet voor de hele markt, die doet het alleen voor de adviseurs of alleen voor dat deel van de markt waar provisie betaald wordt. Dus dat is tegen de Europese regel. Nou, volgens mij heeft het kabinet wat er nu aan zit te komen, althans die formatie, heeft klip en klaar opgeschreven dat ze juist aan internationale regels willen voldoen. Wij zullen daar het nieuwe kabinet ook zeker aan gaan houden. Wie geven ons hier gelijk in? Jurist Dr. De Jong. Dr. Kees de Jong, sorry. Professor Karel van Hulle. Dat is een Belgische professor die ook de Europese Commissie adviseert. Die heeft het ook opgeschreven, heeft het ook aan Financiën gestuurd. En Houthof, gerenommeerd advocatenkantoor, wat echt heel veel weet van deze sector. En die staat ons hier aan bij. Dus hier is echt het laatste woord nog lang niet over gezegd. Want wij vinden dat er gelijk speelveld moet zijn. En dat ook de verzekeraars, dan heb ik het over de direct writers, transparant moeten zijn over alle kosten van hun dienstverlening. In een artikel van een dag of 2-3 geleden in AM staat een overzichtje wat we ooit gemaakt hebben, waarin je kunt zien hoe scheef het level, of hoe scheef het is, waar wij allemaal transparant over moeten zijn en waar de direct writers transparant over moeten zijn. In een heel aardig staatje heel goed te zien. Enfin, daar gaan we mee verder. Wij vinden het ook belangrijk dat nu in een vroeg stadium goed besproken wordt hoe we het gaan evalueren. Het doel van de wet is immers dat klanten snappen wat de dienstverlening van de adviseur is. Dat is ook wat we moeten evalueren.
En de laatste bullet, denk ik dat iedereen wel begrijpt. Particulier blijft particulier. Ik denk niet dat ik dat hoef toe te lichten. Bij particulier, maar ik ga het toch doen. Bij particuliere schadeverzekeringen is het solidariteitsrisico redelijk beperkt. Solidariteitsrisico is, de kleintjes die moeten meer gaan betalen en de grote die moeten minder gaan betalen, omdat er een soort van verrichtingentarief ontstaat, omdat ja, mensen die te veel betalen zeggen, god, dat kan wel wat minder. Dat risico is bij particulier, schatten wij in, redelijk beperkt. Zakelijk is dat omdat de verschillen in premies zakelijk zo gigantisch zijn, dat als je daar zo'n regel zou hebben, dan zou dat echt schadelijk zijn voor de kleine ondernemers. Die zouden veel meer moeten gaan betalen voor hulp bij hun verzekeringen. Een van de redenen waarom het nog niet is verplicht gesteld zakelijk. Ik zeg nog, maar wat mij betreft blijft dat dus ook zo. Goed, tot slot. Wil je nog iets nakijken? Wil je nog eens even door het klantportaal? Wil je deze presentatie of zelfs dit webinar nog eens even terughalen? Of al die andere zaken waar ik het vandaag over gedaan heb? Scan hem even, dan heb je de goede de ingang naar het portaal meteen te pakken. Ik kijk nog één keer of er laatste prangende vragen zijn binnengekomen via de chat. Dat blijkt op dit moment niet het geval te zijn. Het is bijna 12 uur. Volgens mij heb ik alles verteld wat ik wilde vertellen. Ik hoop dat het wat duidelijkheid geschapen heeft voor iedereen. Mochten er nog vragen overblijven na het bekijken van, van het kennisportaal, dan is er de e-learning van Lindehagen. Bij Lindehagen zijn ook nog in-house trainingen te krijgen. Ook bij Dukes en Balemans zijn nog trainingen te volgen. Maar je kunt ook gewoon naar de infobox een mailtje sturen of ons even bellen. We zijn er om jullie te helpen verandering door te voeren. Dus maak er ook alsjeblieft gebruik van als dat nodig is. Heel veel succes. Dank voor de aandacht. En ik hoop iedereen komende donderdag 13 juni te zien in Flint in Amersfoort op ons 115-jarig bestaan. Dankjewel.